De 17e eeuw. Met veel bravoure bevoeren de Nederlanders de wereldzeeën. Er werd handel gedreven in het westen en in het oosten. Er heerste een authentieke VOC-mentaliteit. In een wereld zonder GPS en Google Earth werd nog veel gevaren op gevoel. En aantekeningen en schetsen maken was alleen al belangrijk om de weg naar huis terug te kunnen vinden. Eenmaal thuis maakten cartografen als Johannes Vinkboons er prachtige aquarellen van. Voor welgestelden vormden ze het venster op de wereld. Men wilde toen op een gegeven moment laten zien, dit is waar Nederland allemaal zit, dit is ons handelsbezit. Dus het werden pronkstukken aan de muur door deze aquarellen van de oude originele kaarten gemaakt. Nou, dit is ook, vind ik, een mooi voorbeeld van het internationale belang van de collectie die we hier zien en meer in het Nationaal Archief. Dit is de stad inmiddels, hier staat Judat, maar dat is verbasterd. Dit is eigenlijk Ayutthaya in het huidige Thailand, toen nog Siam geheten. Dat is nu een provinciaal stadje met enkele ruïnes. Toen was het een zeer voortvarende handelsstad. Met, je ziet nog, mooie gouden minaretten, pagodes. Heel fijn weergegeven. Dit is de oudste afbeelding van die stad. Dus voor dat land is dit ook een heel bijzondere collectie. Goed mogelijk dat Vinkboons zelf nooit Amsterdam uit is geweest. Op aanwijzingen van zeelieden werden de kaarten gemaakt. En toch zijn ze soms nog heel herkenbaar. Zoals het kasteel van Osaka. De kustlijn van Guangzhou. En met een flinke dosis fantasie, de skyline van New Amsterdam. New York dus. New York in de Amsterdamse periode. We zagen net een kustgezicht, maar hier zie je ook de straten aangegeven. De brede weg, Broadway, hedendaags. Een muur lopen, hier loopt nu ongeveer Wall Street. Meestal schreef Johannes Vinkboons er gewoon bij wat en waar het was, maar soms niet. Van deze kaart is onbekend wat het voorstelt. Als u het herkent, meld het ons of de Kunsthal in Rotterdam. De kaart is te zien op nosjournaal.nl.